Nou ja, wat je zelf ziet, ze boren gewoon gaten in je houtwerk van je raam. Het aantal woninginbraken is extreem gestegen in Tiel. Deze inwoonster werd zelfs kort achter elkaar 2 keer het slachtoffer van brutale inbrekers. Het is eigenlijk het ergste dat ze door je spullen gaan. Denk van, nou, ruim ik op, prima. Maar dat je je veiligheid kwijt bent, dat vind ik eigenlijk nog het ergste. Daarom fietsen agenten Django en Piet nu extra rond in deze wijk. Ze waarschuwen mensen en geven advies hoe een inbraak te voorkomen. Want mogelijkheden zijn vaak voorhanden. Inwoners maken het soms wel erg makkelijk voor de dief. Kijk, hier zitten gewoon de sleutels in de deur. Ja. Nou, die kan ik eraf halen en eventueel later een keer terugkomen. Goeiedag politie. Ik maak het wel heel gemakkelijk voor de dief zo. Ja, die is mijn vrouw vergeten, denk ik. En dat betekent dus dat je als bewoner de gelegenheid schept om een woning in te gaan zonder dat je braakschade maakt. Dus een deur staat open of een raam staat open en vervolgens zit de hele familie zit achter in de tuin. Als een inwoner de woning niet goed achterlaat, dan wordt er een politiefolder in de vorm van een voet achtergelaten. Er staat ook de tekst op dat het een voetje had kunnen zijn, een voetspoor van de inbreker. Dus dan gaan we naar binnen leggen en dan hoop dat de hint dan duidelijk is voor de mensen. Ik moet heel eerlijk zeggen, misschien moet ik dat nou wel niet zeggen, maar als ik dus wegga en ik heb mijn honden thuis, laat ik alles open. Een tijdje terug is hier dus een briefje in de straat gevonden waar dus de huisnummers op stonden. Van de huizen waar dus geen honden waren. En ja, ze zoeken ze dus gewoon uit. Dit zijn uw waakhonden dus? In dit geval wel, ja. Ze beschermen dus mijn huis tegen inbrekers. Dat huis wordt overgeslagen omdat er honden in huis zijn.